Hoe oud voel je je? Is een vraag waar bijna iedereen wel eens over na heeft gedacht. En de vraag boeit mij eigenlijk alleen maar omdat de voorspelbaarheid van de antwoorden me steeds weer verbaast. Alle jonge mensen zeggen zich ouder te voelen en de oude mensen jonger. Zelden heb ik iemand deze vraag horen beantwoorden met zijn eigen leeftijd. Loopt niemand dan synchroon met de hoeveelheid jaren die hij leefde? Of wil niemand worden teruggebracht tot zijn eigenlijk aantal jaren? Ja, de driejarige, die spreekt nog met trots zijn leeftijd uit. De vierjarige ook. De vijfjarige. De vijf-en-half-jarige wil je zelfs wel verbeteren en de zaak nog verder specificeren. Ik ben niet vijf, ik ben vijf-en-half. Trots op elke gewonnen dag, iedere nieuwe centimeter, op elke lichamelijke groei. Maar de volwassen mens spreekt alleen dan met trots zijn leeftijd uit wanneer hij ervan verzekerd is dat de ander zich zal verbazen. Nee, ben jij al 40? Wat zegt u nu? Bent u 80? Dat zou je niet zeggen. Jazeker, 80 al, maar zo voel ik me niet. Ik ben nog steeds het meisje van toen, et cetera. Mijn buurman is 60, maar hij voelt zich zo niet. Maar omdat hij zegt dat hij zich geen 60 voelt, moet hij wel een idee hebben over hoe 60 zou moeten voelen of hoe 60 eruit hoort te zien. Hij heeft dus een idee over hoe mannen van 60 normaal gesproken zijn. En hij ziet die mannen om zich heen, mannen die wel echt 60 zijn, want iemand moet het zijn, maar hij niet. Hij is vrij. De ander heeft wel een leeftijd. Wij zelf kunnen alles zijn. We gaan van een oude, wijze ziel in een jong lichaam naar de jonge geest in het oude lichaam. Van leugen naar leugen. Ik ben nu 40. 40 jaar en 8 maanden. Dit is mijn 41ste levensjaar. Nu hoor ik te hopen dat u denkt, dat zou je niet zeggen. Ik had haar nog geen 30 gegeven. Ik was dit jaar niet alleen voor het eerst 40. Ik was ook voor het eerst sinds lange tijd vrijgezel. En ik keek naar de mannen om me heen en ik dacht, ik kan nu legaal uitgaan met mannen die 20 jaar jonger zijn dan ik en mannen die 20 jaar ouder zijn dan ik. De reikwijdte is natuurlijk nog groter, maar met die 20 jaar ouder en jonger is het nog net smaakvol en enigszins realistisch. Ik kan mijn hart verliezen aan mannen of vrouwen van 40 verschillende leeftijden. Net zoveel jaren als ik besta. Zelden heb ik mij meer mijn leeftijd gevoeld dan dit jaar. Is dat omdat ik de vrijheid voel me te verbinden aan zoveel andere leeftijden? Of is het omdat ik me in het midden denk te bevinden? Ik kan het jonge en het oude in mijzelf benadrukken en met beide kom ik weg. Want alles wil ik zijn, behalve één onontkoombaar getal dat mij op mijn plaats houdt, mij op mijn plek zet. Dit mag jij nog niet. Of nog net wel, of al niet meer. Als je jong bent, kun je mooi zijn enkel en alleen omdat je jong bent. Ik kan naar een groepje meisjes van 13 kijken en dan vind ik ze allemaal mooi. En ik weet ook dat zij dat niet vinden. Want zoals de oude mens de jonge mens mooi kan vinden om hun schoonheid die alleen met zijn weinige jaren heeft te maken en nergens anders om, zo kan de jonge mens de oude mens wijs vinden, interessant, enkel vanwege de leeftijd en de ervaring.
Zo kijken we van een afstand naar elkaars onbereikbare schoonheid. In de roman The End of an Affair van Graham Greene komt een prachtig voorbeeld voor van een stijl dat bij elkaar is vanwege hun verschillende leeftijden. De hoofdpersoon van het boek, de schrijver Maurice Bendricks, heeft een afspraak met een journalist voor een interview. Waterbury zat op me te wachten in een café bij Tottenham Court Road. Hij droeg een zwarte ribfluwelen broek en rookte goedkope sigaretten. En hij had een meisje bij zich dat veel langer en knapper was dan hij en dat net zo'n broek droeg en dezelfde sigaretten rookte. Ze was heel jong en ze heette Sylvia. En je zag meteen dat ze een veeljarige cursus volgde die nog pas was begonnen met Waterbury. En ze was op het ogenblik in het stadium dat ze haar leermeester imiteerde. Ik vroeg me af waar zij met dat knappe gezichtje, die levendige, goedhartige ogen en dat haar met zijn feestelijke gouden glans nog eens zouden terechtkomen. Zou ze zich Waterbury in het café bij Tottenham Court Road over 10 jaar zelfs nog kunnen herinneren? Ik had medelijden met hem. Hij was nu zo trots, zo vaderlijk beschermend tegenover ons beiden, maar hij had het spel al verloren. Ja, dacht ik, terwijl ik over mijn glas heen haar blik opving bij een bijzonder stomzinnige opmerking van hem over de monoloog interieur. Ik zou haar op ditzelfde moment van hem kunnen afkapen. Zijn artikelen werden in papier gebonden, maar mijn boeken in linnen. Ze wist dat ze van mij meer kon leren. En toch had hij, arme drommel met zijn pukkelgezicht, de euvele moed haar minachtend terecht te wijzen wanneer ze af en toe een doodgewone, menselijke, onintellectuele opmerking maakte. Ik had hem willen waarschuwen voor de lege toekomst die hem wachtte, maar in plaats daarvan bestelde ik nog een glas sherry en ik zei, ik kan niet lang blijven. Ik moet naar een crematie in Golders Green. En de jonge vrouw stelt hem dan wat aardige vragen over wie er gecremeerd wordt, of het een dierbaar iemand is. Maar haar vriend, de journalist, maakt haar vragen belachelijk. Als Bendricks al snel weg wil, vraagt de journalist hem op de valreep weer iets over de monoloog interieur. Maar Bendricks antwoordt al niet meer en de jonge vrouw vertelt hem welke metro hij moet nemen om bij het crematorium te komen. En de schrijver concludeert, ze moest nog heel veel leren op het gebied van boeken en muziek en hoe ze zich moest kleden en een gesprek voeren. Maar ze zou nooit hoeven te leren hoe ze menselijk moest zijn. De oudere man heeft toegang tot de jonge schoonheid vanwege zijn wijsheid, die niets met zijn inborst, zijn persoonlijkheid van doen heeft. En de jonge vrouw heeft toegang tot zijn wijsheid dankzij de schoonheid van haar leeftijd. Ze is hem intellectueel nog lang niet de baas. Nog niet. Heel even is er een evenwicht in de twee uiteenlopende persoonlijkheden. En de tijd, en niets dan de tijd, zal het evenwicht verstoren. En de relatie is gedoemd te eindigen. Een kind van 2 laat zich ook leiden door een 4-jarige kleuter. Al is die 4-jarige kleuter dommer, lelijker, zwakker. Hij is 4. Hij is 2 keer zo oud. Zijn fijne motoriek is beter. Hij is langer. Hij kan bij de tafel. De 2-jarige weet wie hij nodig heeft, nu, zolang hij zelf nog niet bij die tafel kan. Zo reiken we allemaal over onze leeftijd heen naar voor of naar achter. We willen de schoonheid van de jeugd of de wijsheid van de ouderdom en altijd geloven dat beide gebieden bereikbaar zijn. We voelen ons nooit onze leeftijd. Maar waar een man nog wijs kan worden en tegelijkertijd met een doorgroefd en doorleefd gelaat zelfs nog aantrekkelijker, goed, niet jonger, maar wel schoner dan voorheen, kan een vrouw alleen maar wijzer worden. De onrechtvaardigheid van dit gegeven wordt iets getemperd doordat de meeste mannen kaal worden, terwijl het overgrote deel van de vrouwen dit lot wordt bespaard. Maar waar de man de jaren in zijn gezicht nog met trots kan dragen, is de schoonheidseis voor de vrouw
helder en onverbiddelijk. Hoe jonger, hoe beter. Daarmee wordt de vrouw die gevoelig is voor dit schoonheidsideaal voor een precaire opdracht gesteld. Hoe zie ik er zo jong mogelijk uit, zonder dat deze poging er jong uit te zien opvelt en juist het tegengestelde benadrukt? Ik zat ooit met een man op een terras en er kwam een vrouw voorbij in minirok en ze had twee korte vlechtjes. Haar benen waren mooi, haar gezicht ook, maar het was wel dat van een vrouw van 50. En de man naast me zei, kijk, daar loopt een heel oud meisje. Het klonk nog lief, mild, vertederd zelfs. Maar we wisten beide dat de vrouw ons respect had verloren met haar te jonge uitdossing. Er zijn kledingstukken die, zoals we zeggen, na een bepaalde leeftijd niet meer kunnen. Daar zijn geen strikte, absolute regels voor. Maar elke vrouw van boven de 30 is bang dat ze die diffuse regels overtreedt, staat voor passpiegels, draait zich om haar as en vraagt zich hardop af, kan dit nog wel? We willen jong zijn, maar niemand mag zien dat we het willen zijn. Het verlangen moet verborgen blijven, want alleen de oude mens wil jong zijn. Het verlangen verraadt de leeftijd. Een man moet meer moeite stellen om zich te jong te kleden, de regels te overtreden. Er zijn er gewoon minder. Des te belachelijker overigens als het hem toch lukt. Ook volwassen mannen vinden elkaar in bespiegelingen over existentiële zaken als de korte broek. Kan deze voor de volwassen man nou nog wel of niet meer? En mannen praten hierover alsof het een levensvraag betreft. En dat betreft het ook. Voordat Aschenbach, de hoofdpersoon uit Dood in Venetië, weer een schrijver, dodelijk verliefd wordt, nog voor zijn ontmoeting met de jonge Tacho, zit hij op een schip dat naar Venetië reist. En hij kijkt naar een groepje jonge mensen en als een voorafspiegeling van de tragische liefde die komen gaat, ziet hij het volgende. Een van hen, in een helgeel, overdreven modieus zomerkostuum, met een rode das en overmoedig uitgebogen Panama, overtrof met kraaiende stem nog alle anderen in opgeruimdheid. Nauwelijks had Aschenbach hem echter een beetje nauwkeuriger bekeken, of hij merkte met een soort ontzetting dat de jongeling vals was. Hij was oud. Men kon er niet aan twijfelen. Zijn ogen en zijn mond waren omringd door rimpels. Het matte karmozijn van zijn wangen was smink. Het bruine haar onder de met een kleurige band omwonden strohoed een pruik. Zijn nek was vervallen en pezig. Zijn opgesteven snorretje en het kinbaardje waren geverfd. Zijn gele en voltallige gebit dat hij lachend toonde was goedkope namaak en zijn handen met zegelringen aan beide wijsvingers waren die van een grijsaard. Huiverend keek Aschenbach naar hem en naar zijn omgang met de vrienden. Merkte zij niet dat hij oud was? Dat hij ten onrechte hun fatterige en bonte kleding droeg? Ten onrechte voor een van hen speelde? Vanzelfsprekend en uit gewoonte naar het scheen dulde zij hem in hun midden. Behandelde zij hem alsof hij een der hunne was. Beantwoordde zij zonder tegenzin zijn plagerige stoten. Hoe kon dat? De verbijstering, de verontwaardiging van Aschenbach is haast moreel van aard. Alsof de oude man een misdaad begaat. Toch is het gevoel van afkeuring voor iedereen herkenbaar. We lachen de mensen uit die zich jonger voordoen dan ze zijn. De oude meisjes, de mannen met hun haartransplantaties, de zestigers in leren broeken. De mannen die geen korte broeken zeggen te dragen, zeggen dit met trots. Zij koesteren hun waardigheid.
Ook daar weer een verschil met de vrouwen. Want wanneer een vrouw zegt, leggings draag ik niet meer, of rokken boven de knie niet meer, of stippeltjes jurken niet, of nooit meer skinny jeans, geen bikinis, geen vlechten, of geen driekwart broek. Als de vrouw zegt wat zij niet meer draagt, en zij heeft een ruime keuze uit wat zij niet meer dragen kan, dan zegt zij dat niet met trots, maar met een droevig soort gezond verstand. Er zijn regels, onmiskenbaar. Des te mysterieuzer dat er mensen zijn die aan de regels ontsnappen, een enkeling. Waarom kon Tina Turner nog wel tot op hoge leeftijd minirokjes dragen? Waarom is Mick Jagger nog steeds cool, maar moet Madonna toch echt uitkijken nu? In de geweldige film Moonstruck komt een echtpaar voor van een jaar of 60. De man is loodgieter en zijn vrouw is al jaren niet meer onder de indruk van zijn verhalen over het vak. Hij heeft een verhouding. Zijn vrouw heeft het door, maar ze zegt hem niets. Ze vraagt zich alleen maar af waarom. En af en toe vraagt ze het ook aan iemand anders. Waarom wil een man meerdere vrouwen? En haar schoonzoon oppert angst voor de dood. En op een avond komt haar man laat thuis. En zij zegt, waar kom je vandaan? Hij zegt, ik weet het niet. Ik weet niet waar ik vandaan kom. En ik weet niet waar ik heen ga. Oké? En zij zegt, ik wil even dat je weet dat wat je ook doet, je gaat dood. Net als iedereen. We worden allemaal oud. Behalve als je Mick Jagger heet. We gaan allemaal dood, behalve als je een rockster bent. Want rock'n'roll is de leugen van de eeuwige jeugd. Of zoals Bruce Springsteen zegt, the eternal Saturday night, forever young. Maar een leugen blijft een leugen en het wordt zondag en het wordt maandag. En we kijken met weemoed terug naar zaterdagavond. Aschenbach ziet Taccio in Venetië en probeert uit alle macht de schoonheid en de jeugd de zijne te maken. Hij verzucht. Welke tucht, welke precisie van vormgeving was uitgedrukt in dit ranke en jeugdig volmaakte lichaam. De strenge en reine wilskracht echter, die in duistere werkzaamheid in staat was geweest om dit goddelijke beeldhouwwerk te doen ontstaan, was hem, de kunstenaar, deze niet bekend en vertrouwd? Werkte die ook niet in hem als hij vol nuchtere hartstocht uit de marmeren massa van de taal de slanke vorm vrijmaakte die hij in de geest had aanschouwd en die hij de mensen toonde als standbeeld en spiegel van de geestelijke schoonheid? Standbeeld en spiegel. En zijn ogen omvatten de edele gestalte daar ginds aan de rand van het blauw. En in dwepende verrukking meende hij met deze blik het schone zelf te begrijpen. De vorm als gedachte Gods. De ene en reine volmaaktheid die in de geest leeft en voor welke hier een menselijke afbeelding en gelijkenis ter aanbidding was opgericht. En deze goddelijke jeugd beschouwend, zichzelf oud en lelijk wetend, een ouder wordende man en een jongen, een lelijke en een schone, de wijze bij de liefelijke, mijmert hij zichzelf de schoonheid in. En toen sprak hij de fijnste woorden uit in zijn doortrapte hofmakerij. Deze dat de minnende goddelijker is dan de beminde. Omdat in de eerste de God is, niet echter in de andere. Deze meest tedere, meest ironische gedachte wellicht die ooit werd gedacht, en waaruit alle sluwheid een heimelijke wellust van het verlangen voortkomt. Wanhopig probeert de oude man de jeugd tot zijn eigendom te maken en zijn eigen wijsheid, die helaas gepaard gaat met zijn ouderdom en lelijkheid, te verheffen boven Taccio's schoonheid die hem zo heeft getroffen.
Schoonheid kan afgrijzelijk zijn. Zo onaantastbaar, zo onverdiend en zo oneerlijk dat het ons raakt, onze bewondering afdwingt terwijl we niet willen bewonderen. Wat zijn we blij als een fotomodel dom blijkt te zijn. Wat zijn we opgelucht als een knappe man niets te zeggen heeft. En wat zijn we trots als we durven te beweren, te liegen, dat schoonheid ons niet raakt. Ja, het is een knappe man, maar mij doet hij niets. Zeker een mooie vrouw, maar mijn lieveling van alle leugens, dat perfecte, daar hou ik niet van. In het portret van Dorian Gray van Oscar Wilde wordt de knappe jongeling geschilderd. Dorian Gray is zich aanvankelijk niet van zijn schoonheid of jeugd bewust. Natuurlijk niet. Men is jong in de ogen van een ander. U heeft een bewonderenswaardigheid van jeugd, wordt hem gezegd. En jeugd is het enige op de wereld de moeite van het bezitten waard. Dat voel ik zo niet, zegt Dorian Gray. Nee, nu niet, maar later. Als u oud en gerimpeld en lelijk geworden is, als er lijnen zijn gekomen over uw voorhoofd door het denken en uw lippen geschroeid zijn door het vuur van afschuwelijke passies, dan zult u het voelen, intens voelen. Overal waar u nu gaat, palmt u de wereld in. Zal het altijd zo zijn? U hebt een buitengewoon mooi gezicht, Mr. Gray. Frons niet, het is zo. En schoonheid is een soort van genie. Zelfs hoger, want er is geen uitlegging bij nodig. Het is een van de grote beginselen van de wereld, evenals de zon of het voorjaar. De mensen zeggen soms dat schoonheid oppervlakkig is, dat is mogelijk. Maar ze is tenminste niet zo oppervlakkig als gedachte. Schoonheid is voor mij het grootste wonder dat er bestaat. O, geniet van uw jeugd, zolang u ze hebt, leef. Leef het leven dat in u is. Laat niets verloren gaan. Zoek altijd naar nieuwe sensaties. Wees nergens bang voor. Maar het is de gedachte die Sir Henry hieruit, die Dorian Gray in de ellende stort. De woorden van Sir Henry worden zijn kompas en de geest met zijn slechte ideeën wint. En hij had toen die dolle wens geuit. Hij altijd jong, het portret zou ouder worden. Hij zijn eigen schoonheid en frisheid, het gezicht op het doek, zou de last zijner hartstochten en zonden dragen. Het geschilderde beeld zou doorgroefd worden met lijnen van smart en ouderdom. En aan hem de tedere bloesem van zijn jeugd, altijd. Het portret wordt ouder, Dorian niet. Het is een literaire flauwigheid, want wat moet er worden van iemand die nergens door getekend raakt? Dorian leeft een waarlijk oppervlakkig leven, gaat zijn zinnen achterna, maar alle sporen van het leven, van de tijd, zijn slechts op het geschilderde portret te zien. Maar dat ouder wordende portret boeit hem evenzo als zijn jeugd. Hij werd meer en meer verliefd op zijn eigen schoonheid, meer en meer geïnteresseerd in het bederf van zijn eigen ziel. Hij kon met de meeste zorg en somtijds met een monsterachtig afschuwelijk genoegen de slechte lijnen nagaan die het gerimpelde voorhoofd doorgroeven of kropen om de dikke zinnelijke mond. En hij vroeg zich af welke eigenlijk de gruwelijkste waren, de tekenen der zonde of die van de ouderdom. Hij hield zijn blanke handen naast de grove gezwollen handen van het portret en glimlachte. Hij bespotte het misvormde lichaam, die verwelkende leden. Maar een leven dat geen sporen nalaat, is geen leven. Waar het portret hem aanvankelijk boeit, boezemt het hem later angst in. En wanneer hij het vernietigt, vernietigt hij zichzelf. Dorian Gray wordt bewust gemaakt van zijn jeugd. Dat is onmogelijk. Als je je bewust bent van wat jeugd is, ben je oud. Dus als de jeugdige zich beseft wat het betekent jeugdig te zijn, dan zit er daadwerkelijk een oude ziel in een jong lichaam.
Maar dan is het een ziel die weemoedig naar de jeugd zou moeten kijken, terwijl dat terugkijken nou juist geen eigenschap van de jeugd is. De jeugd, dat is het grote verheugen. Als kind zat ik aan de rivier, naast de scheepswerf, en ik keek naar de boten op de Waal. En dan was ik gelukkig, omdat ik wist dat ik nog overal komen ging. Dat water en die schepen achterna. En ik zat daar niet eens lang, misschien 10 minuten, maar daarna fietste ik tevreden het kleine stuk terug naar huis. En als ik in bed lag, kon ik de schepen horen. Ik viel in slaap met dat geronk in de verte, met de belofte aan verder, later, weg van hier. Maar als ik nu terug naar de Waal ga, als ik dat hele stuk er naartoe heb gereden vanuit onze hoofdstad en ik weer in mijn geboortedorp ben, dan trekt niets mij zo erg als dat bankje aan het water. Ik wil weer voelen wat ik toen voelde, dat verheugen. Maar waar ik me toen op verheugde, is dit, is nu, is hier. Zo wilde ik als kind ook altijd naar Amerika. En dat kwam natuurlijk door de televisie. Op zaterdagmiddagen keek ik altijd met mijn broer naar films over grizzlyberen en cowboys en indianen en Amerikaanse kinderen die met een knapzak de bergen overtrokken. En ik vroeg op mijn 10e een plaat van John Denver, nadat ik hem bij de Yvonnie Show had zien optreden. En ik kreeg een dubbel LP met zijn greatest hits en vanaf dat moment zong ik over alle landschappen waar ik op tv al naar keek. Rocky Mountains, Shenandoah River, Blue Ridge Mountains. Bij ome Theo en tante Gerry stond een oude gele Simca achter een bungalow. En we klommen er via de raampjes in, omdat de Dukes of Hazzard dat ook zo deden. En de eerste keer toen ik in Amerika was, als volwassene en kon gaan waar ik wilde, ging ik naar Hazzard. En wat deed ik daar? Daar kocht ik een t-shirt met de auto van de Dukes of Hazzard erop en stuurde dat naar mijn neef. Rijdend door Amerika haalde ik doorlopend herinneringen op aan mijn jeugd. Aan die zaterdagmiddagen met mijn broer, aan de Simca, aan piratenzenders met truckersliedjes, Stille Willy, Giddy Up Go met de vlam in de pijp. En ik werd gek van geluk toen ik het bord Blue Ridge Mountains zag. En ik dacht alleen maar aan John Denver bij de Yvonnie Show. En hoe ik me voelde toen ik voor het eerst zijn stem hoorde bij ons in de huiskamer. En dat het waarschijnlijk op een zaterdagavond was. En dat we wokkels aten en mijn broer cola dronk en ik 7-Up. Toen als kind wilde ik ergens heen, maar toen ik er eindelijk was, probeerde ik alleen maar terug te keren. En dat is het verhaal van iedereen. Elker liek, every man, alle man. Alle man. De hoofdpersoon uit het boek van Philip Roth. Vlak voor zijn dood zit alle man weer aan zee, waar hij als kind al zat, zoals ik aan de Waal zat. Hoe lang kon hij kijken naar de wisseling van eb en vloed, zonder eraan herinnerd te worden, zoals dat iedereen kon gebeuren die zat te mijmeren aan zee, dat het leven hem en alle mensen willekeurig, toevallig en maar eenmaal was geschonken en zonder bekende of kenbare reden. Het was nog steeds zijn strand en het middelpunt van de kringen waarin zijn gedachten ronddraaiden als hij zich het beste van zijn jeugd herinnerde. Maar hoeveel tijd kon een man besteden aan de herinnering van het beste van zijn jeugd? Moest hij niet genieten van het beste van zijn oude dag? Of was dat juist het beste van zijn oude dag? Het verlangen naar het beste van zijn jongensjaren? Naar de magere spriet van toen, die op de golven reed van ver in zee waar ze opkwamen, erop reed met zijn armen als een speerpunt voor zich uit en de rest van zijn magere lijfje als de pijlschacht erachteraan. Maar alle man is oud en woont nu in een bejaarde kolonie en heeft die week alweer 2 begrafenissen achter de rug. Op allebei die begrafenissen heeft hij een oude vrouw gezien die onbedaarlijk stond te huilen.
Op de eerste begrafenis denkt hij nog dat het een familielid van haar moet zijn dat is gestorven. Maar bij de tweede begrafenis, waar ze even hard huilt, begint hij te twijfelen. En vlak achter de huilende vrouw staat een man van wie hij vermoedt dat hij haar echtgenoot is. Die man draait zich om en vraagt: weet u waarom ze zo tekeer gaat? Ik geloof van wel, fluisterde hij terug. En wat hij bedoelde was: het is omdat het voor haar is, zoals het ook voor mij is geweest sinds ik een jongetje was. Het is omdat het voor haar is en iedereen. Het is omdat datgene wat ons in het leven het hevigst beroert de dood is. Het is omdat de dood zo onrechtvaardig is. Het is omdat voor wie eenmaal het leven heeft geproefd de dood niet eens natuurlijk schijnt. Ik had gedacht, heimelijk was ik er zeker van, dat het leven alsmaar verder gaat. Nou, dat hebt u dan mis, zei de man botweg, als had hij zijn gedachten gelezen. Zo is ze altijd. Zo gaat het al 50 jaar, voegde hij er met een blik vol wrok aan toe. Ze doet zo omdat ze geen 18 meer is. U bent geen 18. Ik ben geen 18. Niemand is 18. Ook de 18-jarigen zijn geen 18. Geen van ons is als Proserpina, de dochter van Demeter, die elke lente vanuit de dood terugkeert naar het leven. Onze lentes zijn eindig. Ik wil dat u weet dat wat u ook doet, u gaat dood, net als iedereen.